Mijn naam is Donald Pagach. Ik ben geboren in 1946, dus na de Tweede Wereldoorlog. Ik ben een documentaire aan het maken en die heet Ontluiken. Ont-luiken. Ontluiken kan je op twee manieren uitleggen. Ontluiken is zichtbaar krijgen van zo kan ik er ook naar kijken. En ontluiken is ook de luiken weggooien. Dus vanuit je eigen kokervisie stappen en nadenken over een bredere, mooiere wereld. Ik ga in gesprek met leerlingen van basisscholen en van middelbare scholen. En dat werkt eigenlijk interactief. Ik gebruik het verhaal van mijn ouders en van mijn leven als een soort ankerpuntje, als rode draad. Maar daaraan koppel ik natuurlijk de verhalen van de kinderen zelf en wat het voor hen zou kunnen betekenen voor de rest van hun leven. Mijn drive om die documentaire te maken is omdat ik zie wat de consequenties zijn van het geweld wat mijn ouders hebben meegemaakt tijdens de oorlog. En hoe dat is vertaald naar onze opvoeding, hoe dat heeft doorgewerkt in mijn leven en hoe dat doorwerkt naar mijn kinderen en mijn kleinkinderen. De documentaire zelf bestaat in zijn totaal uit 40, 45 minuten. Er komt een verkorte versie voor musea van ongeveer 15 minuten. Er komt een aparte versie voor scholen van 4 keer 10 minuten, afhankelijk van wat die scholen willen. En last but not least, we maken ook een trailer die ervoor zorgt dat u in 1 minuut kunt zien wat we eigenlijk van plan zijn te doen. Wat ik nodig heb is, ik heb eigenlijk nodig supporters, ambassadeurs. Mensen die hetzelfde denken als ik. Mensen die ook vinden dat we een mooiere wereld achter moeten laten dan we hebben gekregen. En dat doen we al de laatste 200 jaar. Maar we zijn er nog niet. We moeten naar een veel vreedzamere wereld toe. En daar heb ik supporters voor nodig. En daarvoor heb ik weer mensen nodig die mij helpen om deze filmdocumentaire tot stand te brengen. De documentaire zelf kost ongeveer 35.000 euro. Uiteraard hebben we er zelf ook geld in gestoken. Maar om hem mooi en goed te maken is nog een aanzienlijk bedrag nodig. Als je besluit mee te doen als sponsor ben ik je uiteraard heel erg dankbaar dat je dat wil doen. En daarnaast kan je afhankelijk van je bijdrage uitgenodigd worden voor bijvoorbeeld de première of word je genoemd in de presentatie naar buiten. Als sponsor zorg jij ervoor dat deze boodschap van vrede, vrijheid en verbondenheid een breed draagvlak in de samenleving krijgt. Dank dat je een paar minuten naar me hebt willen luisteren en kijken en ik hoop jou terug te zien als sponsor van dit project.